Die doen het buitengewoon goed, dat is helder. Hè? Weer de nul. Moeilijke start van deze wedstrijd, we kwamen er moeilijk in. En we moesten ons echt in die wedstrijd knokken, over het dode punt heen komen. En nou, dat gebeurde dan via een spelervatting. En dat is heel knap tegen FC Twente, want tegen hun daar scoor je bijna niet uit de spelervatting. En dat was heel goed ingestudeerd. Geweldig mooie goal. Ik denk de tweede goal was ook een spelervatting. Maar daarna kwamen we ook in het spel, vanuit het open spel. Denk kwartier van rust, legio kansen. En eigenlijk moet je met rust al gaan rusten met 2-3-0. En ja, dat heeft zich de tweede helft hetzelfde spelbeeld. FC Twente kwam er niet meer aan te pas. Die hadden het heel erg moeilijk om de intensiteit vol te houden. En wij konden een tandje hoger gaan spelen. En ik denk dat ze met 5-0 nog goed bediend zijn. Je speelt al een tijdje nu alweer bij Ajax. En ik vroeg me af, wij zijn van de Amsterdamse Stadszender. Dus we vroegen ons af, wat zijn de lievelingsplekken van Martinez? Bueno, los canales. Me gusta ir al shopping. Me gusta el centro de Amsterdam. Y me gusta mucho la gente. Creo que tienen mucho respeto y podemos vivir tranquilamente acá. Y eso realmente es muy bueno. Y en sí también no soy mucho de salir de mi casa. A veces trato de descansar, pero es una ciudad realmente muy bonita. Nou, hij vindt het een hele mooie stad, zegt hij. En wat hij het mooiste vindt zijn de kanalen en ook het centrum. Daar gaat hij vaak heen. Als hij naar buiten gaat tenminste. Hij zegt dat hij ook wel graag naar het winkelcentrum gaat. Maar dat hij met name de mensen erg prettig vindt. En ook het respect dat mensen voor hem hebben. En dat hij eigenlijk gewoon redelijk normaal over straat kan. Dat vindt hij heel erg fijn. Dat hij en zijn vriendin hier op een normale manier kunnen wonen. Gracias. Je zegt vaak dat je ploeg onverstoorbaar moet zijn. Dat lukt ze aardig na de affaire Overmars. Verbaast dat je ook? En wat is jouw geheim wat dat betreft? Nee, het verbaast mij dus niet. Want ze zijn het vaak. Ze kunnen goed de randzaken buiten houden. Ze kunnen de focus leggen daar waar het om gaat. Op de groene mat. En ja, ze geven elke keer weer de signalen en de uitvoering, de kwaliteit. Het gaat natuurlijk vaak over de doelpuntenmakers, maar hoe kijk jij naar het centrale duo achterin? Ja. Die doen het buitengewoon goed, dat is helder. Weer de nul, maar dat doen hun niet alleen, want daarvoor zat de Alvarez. Daarvoor, wij verdedigen met z'n elfen. Er wordt ontzettend veel arbeid in onze verdedigende acties gelegd, in de pressing, goede organisatie. Iedereen weet wat hij moet doen. En daardoor is het denk ik ook heel moeilijk om kansen tegen ons uit te spelen. En kan je iets zeggen over het geheim van de samenwerking met Timber? Los dos somos dos jugadores con buena mentalidad. Que nos tienen que matar para poder ganarnos en los duelos. Y que coincidimos con muchas cosas. Tenemos buena conexión. Tenemos hambre de gloria y que... Y esa es la mentalidad. Queremos. No tienen que matar para que nos ganen. Hij zegt dat ze bij wijze van spreken allebei vermoord moeten worden, willen ze van hun winnen. Dat ze allebei echt een winnaarsmentaliteit hebben en ook heel graag prijzen willen winnen. Dat ze heel goed met elkaar overweg kunnen, zowel binnen als buiten het veld. Dat ze ook echt op dezelfde manier de wedstrijd ingaan en puur en alleen om die te winnen. En dat eigenlijk hun connectie is.